Zo, vandaag weer een drukke dag op het werk. Dus ik doe maar even wat deo op. Zo, en dan kan ik weer tegenaan. 89% van de mannen gebruikt deodorant. Bij de vrouwen is dat zelfs 95%. Je lichaam zweet om zijn warmte kwijt te kunnen. Is het dan wel gezond dat we dit natuurlijke proces tegengaan? Maar eerst loop ik even binnen bij de sportschool. Hallo, wat voor oefening bent u aan het doen? Rugoefeningen. En wordt daar nou veel bij gezweet of valt het wel mee? Bij deze valt het wel mee. Vindt u het zelf vervelend om te zweten? Nee, vind ik niet vervelend. Vind ik wel lekker. Okay. En in het dagelijks leven, dan is het wel vervelend, neem ik aan. Sorry, ja dan wel. In de sportschool niet, hè? Daar hoort het. De sluiten. We willen in het dagelijks leven graag van onze zweetgeuren af. Maar zweet heeft natuurlijk wel een functie, want je raakt zo immers je warmte kwijt. Is het dan eigenlijk wel goed om zweet tegen te gaan? Goedenavond. Goedenavond. Hoe werkt zo'n deodorant nou eigenlijk precies? Deodorant is een product dat eigenlijk bedoeld is om de geur van het zweet te verminderen. En er zijn heel veel soorten zweetklieren verspreid over de huid. Hè. Er zijn bepaalde zweetklieren die zich direct legen in de huid. Dat noemen we eccrine klieren. En er zijn ook zweetklieren die eigenlijk via de haarzakjes zeg maar, zich legen in de huid. En dat noemen we de apocrine klieren. En die bevinden zich maar op een paar plaatsen, zoals bijvoorbeeld de oksels. En nou is deodorant een product wat bedoeld is om die geur te verdoezelen, zal ik maar zeggen. Maar in Nederland is het zo dat het woord deodorant nogal eens gebruikt wordt voor producten die niet alleen de geur tegengaan, maar die eigenlijk ook ervoor zorgen dat het zweet minder terechtkomt op de huid. En dat zijn antitransparanten. Dus je hebt twee soorten eigenlijk? Of? Nou ja, je hebt twee soorten producten die samen kunnen werken dat uiteindelijk de geur, waar het voor bedoeld is, verminderd wordt. Hoe gebeurt dat, die geur verminderen? Nou, in eerste instantie is het zo dat het zweet wat wordt geproduceerd door die apocrine klieren onder de oksel op zichzelf helemaal niet ruikt. Maar er zitten allerlei bacteriën op de huid en die bacteriën die zetten het vocht van het zweet om in bepaalde stoffen en die veroorzaken de typische transpiratiegeur. Het is niet de zweetgeur die je ruikt, maar het is eigenlijk die afvalstoffen van die bacteriën. Ja, dat klopt. Dus het lijkt wel logisch als je kunt voorkomen dat die bacteriën dat om gaan zetten, dat dan de geur afneemt. En inderdaad, een deodorant bevat werkzame stoffen die de bacteriën remmen en zorgen dat er minder komen, zodat er minder omgezet kan worden. Maar er kunnen ook stoffen in zitten dus die het zweten zelf ook nog tegengaan? Ja, dat noemen we dan antitranspiranten. En antitranspiranten, dat zijn stoffen die je aanbrengt op de huid, die als dat zweet zeg maar op de huid terechtkomt, een soort gelachtig laagje daarmee vormen, waardoor het zweetkanaaltje, zal ik maar zeggen, eigenlijk wat verstopt raakt en de zweetproductie als het ware geremd wordt en de huid dus droger blijft. Is het eigenlijk wel gezond dan om dat zweten tegen te gaan? Want dat is toch eigenlijk een natuurlijk proces om je warmte kwijt te raken? Ja, zweten is inderdaad een belangrijk proces. Maar ik zei al in het begin dat er verspreid over het lichaam heel veel zweetklieren aanwezig zijn. En in de oksel zitten daar een aantal, maar er zijn nog een heleboel andere zweetklieren die dat proces ook kunnen uitvoeren. En dat vormt dus in principe helemaal geen risico als je zo plaatselijk onder de oksels de zweetproductie remt. Dag, wat voor oefening bent u aan het doen? Ik ben hier op de powerplate bezig. Schilpraat is dat dus. En vindt u het dan vervelend om in de sportschool te zweten? Ja, ik ben al gaan zweten omdat ik hier naartoe ben gaan rennen, 1/2 uur, 3 kwartier. Maar ik vind het op zich niet vervelend. Maar dus u heeft al gesport? Ja, eigenlijk wel ja. Want dat vind ik lekker in de vrije natuur hier naartoe rennen. Wat vindt u van zweten in het dagelijks leven? Alleen lastig als het heel erg heet, dus boven de 30 graden. Maar voor de rest niet zo heel erg. Gebruikt u zelf deodorant? Ja, ik gebruik deodorant, ja. En werkt dat? Ja, dat werkt heel prima, ja. En vindt u het nou vervelend dat als mannen zweten? Nee, op zich niet. Alleen als ze zich te weinig wassen of douchen wel. De Romeinse vrouwen gebruikten vroeger het mannenzweet als een aphrodisiac. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, maar ja, vroeger deden ze al meer rare dingen. Dus ik kan me het wel voorstellen, ja. De sluiten. Deodorant en antitranspirant laten nogal eens witte strepen achter op donkere kleding. Wat zijn die strepen precies en hoe kun je die voorkomen? Goedenavond. Wat zijn die witte strepen eigenlijk precies? Die witte strepen die worden gevormd door antitranspiratieproducten. En die bestaan uit de werkstof die in dit soort producten gebruikt wordt. En dat is over het algemeen zijn het zouten. En met een moeilijk woord, dat zijn aluminiumchlorohydraten of aluminiumzirconiumchlorohydraten. Deze stoffen die zijn moeilijk oplosbaar
Die zijn in een vochtige omgeving, worden ze op het lichaam gebracht. En als men dan te snel kleding eroverheen doet, dan trekken die in de kleding. En als ze dan drogen, dan zie je dat terug in de vorm van de witte strepen of witte vlekken. Je moet eigenlijk even wachten met het aantrekken van kleding en dan zou het wel goed moeten gaan eigenlijk. Nou, het beste is, de beste remedie, die is bij het opbrengen van die producten en meestal uit spuitbussen, de spuitbus goed schudden, omdat die zouten moeilijk te verdelen zijn. Dan komt het homogeen op de plek waar het moet zijn, hè, voornamelijk onder de oksel. Dan een tijdje in laten trekken, alvorens de kleding aan te trekken. Dan verdampt het vocht en trekt het zaakje in de huid. En dat voorkomt, vooral op zwarte kleding en donkere kleding, voorkomt voor een groot gedeelte dat witte effect.